Veel mensen balen van die lage spaarrente en willen met een groen hart beleggen. Het leuke is, er is een sector waar dat kan. Dat zijn de zogenaamde groenfondsen. En dat is ook nog eens fiscaal aantrekkelijk. Fiscaal aantrekkelijk omdat je geen vermogensrendementsheffing, waar Bob het net al over had, hoeft te betalen. Dat scheelt er een slok op een borrel. En je krijgt ook nog eens een extra vrijstelling van 0,7%. Dus dat tikt lekker aan. Het onderliggende rendement is niet briljant, maar wel redelijk. En je belegt met een groen hart. Als je langs de A15 rijdt bij Geldermalsen, zie je dus een enorm project staan. Wat onder andere door Triodos Groenfondsen belegd is. Wij zelf beleggen voor het ASN Groen Projectenfonds. Dus daar zal ik niks over zeggen vanwege compliance redenen. Maar let wel op, want het is en blijft een obligatiefonds. Hier zie je de relatie tussen obligatiekoersen en dat zogenaamde groenfonds, Triodos Groenfonds. Zwarte lijst groenfonds en je ziet dat het te veel is opgelopen. Dus ja, het is een heel goed idee, maar voor de korte termijn zou ik er even voorzichtig mee zijn. Nou, dankjewel Corné. Kom maar even terug aan tafel. Waarom vergelijk je dit met de vijfjaars staatsleningen? Is dat wel een goede benchmark? Waarom pak je niet een mandje van groenfondsen? Nou, er zijn maar twee grote groenfondsen. ASM Groenprojectenfonds en deze. En dat eerste is zelfs nog dicht. Dus vandaar dat je geen mandje neemt. En het tweede is omdat de onderliggende leningen die erin zitten in die portefeuille, dat zijn vooral wat korte lopende leningen. Even uit mijn hoofd gezegd, duration, zeg maar. Even simpel, de looptijd van de lening is ongeveer 3 jaar. Dus ja. Is dit een hele reële maatstaf om mee te vergelijken. En je ziet ook dat de correlatie normaal gesproken bijna 1-op-1 is. Bob? Ja, ik heb er weinig tegen in te brengen, want in onze duurzame portefeuille zitten we in dit fonds. Inderdaad, wij verwachten een oplopende rente dit jaar. Dus dat betekent dat obligatiebeleggingen het niet zo goed gaan doen. Hè? Met name als je geen risico neemt. En hier zit denk ik niet een enorm risico in. Maar wat me wel aanspreekt is dan de vrij korte looptijd. Dat is zodat je niet heel gevoelig bent voor rentestijgingen. Dus als je toch in obligaties wilt beleggen en dat wil je in een goed gespreide portefeuille. Mm-hmm. Dan vind ik dit een heel mooi alternatief. Dus toch doen. Ja, zeker. Lucas, hoe kijk jij hiernaar? Nou, zonder die laatste grafiek zou ik er gillend ingegaan zijn. Maar het was voor mij toch een beetje. Ik dacht, ja, maar dit is dus heel duidelijk dat je er juist nu niet in moet. Dus, nou, er zit een procent tussen. Dus als je dat voor lief neemt, dan. Maar je hebt een heel jaar de tijd nog. En dan kan je, zolang je het maar voor het einde van het jaar koopt. Ja, en let wel ruim voor het einde, want voor het einde gaat het fonds dicht. Tuurlijk, maar die vijfjaars rente, die we hebben, of het verloop van de vijfjaars rente die je ziet, is tot nu toe. En dat kan nog een heel stuk verder. Het kan, dan gaat dit vol. Het is een obligatiefonds. Ja. RTL Z Beurs Insight wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.